Mahinder Yogi, VHP-parlementariër, zegt niet tegen de partijdiscipline in te gaan met zijn standpunt over de nieuwe minister van LVV, Pralat Zildin. In een telefonisch interview met onze nieuwsdienst wijst Yogi erop dat het hoofdbestuur van de VHP zijn leden nooit heeft beperkt in het delen van hun mening. Hij heeft daarnaast ook moeite met Amar Ramadien als minister van Volksgezondheid. Yogi benadrukt dat hij niets tegen niemand heeft. Voor hem is belangrijk dat personen die belangen hebben in bepaalde sectoren niet in die functies geplaatst moeten worden. En die man, Ramadien, die man is gisteren in de partij. We moeten het niet doen met parachutisten. Ja toch, en bovendien ben je arts. En een eigen folie draaien is niet hetzelfde als een ziekenhuis runnen en zoveel ziekenhuizen runnen en die hele sector kunnen runnen. Door mensen met meer ervaring in die sector zou je daar kunnen zetten. En ik zou nooit een arts daar zetten. Omdat er belangen zijn die spelen. Wanneer die man na vijf jaar opstapt bij wijze van praten, dan heeft hij belangen in die sector die hij ook gaat veiligstellen nu tijdens zijn ministerschap. En datzelfde geldt ook voor Zildin. Dat die man zit in de sector. Die man heeft belangen in de sector. En ik weet niet hoe eerlijk en onpartijdig men gaat zijn in benadering van vraagstukken en het doen van dingen. Dat is mijn punt. Wij hebben het volk eerlijkheid beloofd, transparantie beloofd. We hebben beloofd het land uit de crisis te halen. En je kan het land niet uit de crisis halen wanneer je mensen zet in de uitvoering die partij zijn en belang hebben in bepaalde dingen. In de branche en in de zaken die onder hun juridictie vallen. Verder haalde Yogi aan dat hij zijn werk als parlementariër normaal zal doen. Hij zegt dat hij ook nu een kritische houding zal hebben tegenover de regering. Ik vind dat je gewoon moet durven om de vinger te leggen op de zere plek. En ongeacht wie is, wanneer je een mening hebt, moet je mening kenbaar maken. Mahinder Yogi, VHP-parlementariër. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen over zijn ontevredenheid over de VHP-ministerskandidaten Zildin en Ramadien.